De orde van de dag, onze kandidaten. Zoals ik al zei, het zijn er 8. 3 zijn vanavond niet aanwezig. Chateauroux is momenteel opgenomen in het ziekenhuis. Lady Bo die moest werken tot 9 uur in Antwerpen, dus die kon hier onmogelijk geraken. En Lexotica, die eigenlijk onze reservekandidaat is, die heeft haar eigen zaak ondertussen. En die heeft ook niet, zelf op zo'n kort termijn niet meer kunnen vrijmaken. Maar goed, we hebben wel 5 andere prachtige kandidaten. En wij zullen ze aan jullie voorstellen op de gepaste wijze. Met een défilé in avondkledij. Zoals ze dat zeggen dan. Voilà. Met nummer 1, Lady Charlene. Zeker en vast
En Charlene wordt nummer 6 op 1 jaar van onze verkiezing. De juiste volgorde van de kandidaten zal ook morgen op Facebook op de webpagina, op de Facebookpagina van onze verkiezing gepubliceerd worden. Onze tweede kandidaten mag er ook bij komen, Dina Price. Ja, liefst een scratch. Hallo, een goeie avond. Mijn naam is Dina Price. Ik ben ondertussen al 2 jaar bezig als travestie, of wat ik travestie noem, zal ik het maar zo zeggen. Ik ben zeer blij dat ik mag meedoen met deze verkiezing en ik ben benieuwd wat mijn nummer gaat zijn. Heel benieuwd. Oké, een onschuldige hand zo gezegd. Oké. Alle boven kijken. Oké, ça va. Al die licht verblinkt mij. Oké, ça va. 1. Ik ben, zoals jullie zien, zag met het verre Wevelgem. En voor de mensen die nog niet weten, dit is de 2e maal dat ik meedoe aan de pannen. Vorig jaar heb ik daar een mooie plaats behaald, maar een plaatsje beter is altijd leuk meegenomen, hè, precies. Ik ben nu reeds 2 jaar actief als travestie en ben zeker nog niet van plan om te stoppen. En integendeel, ik zeg, hoe meer dat ik al lastig val, hoe meer dat ik het ga doen, eerlijk gezegd. Dus Nicoleke, als je wilt, zou ik zo graag mijn nummer kunnen hebben van u. Ik wist niet dat je gedaan had, vriendinnen, ja. Ja, ik weet het, ik zeg, ik zit er geen macht wel allemaal in de mond, maar... Moet ik iets zelf of ga ik jij zeggen? Ik ben nummer 5, voor de mensen die dat willen weten. Goed, dankjewel, Jesse Diamond. Nummer 5 op de verkiezing op 1 maart. En wij gaan verder met onze volgende in het rijtje. Showqueen Unique. Nu zat dat wel leuk voor op podium te gaan. Maar dat is, goed, aan u de eer. Goedenavond allemaal. Ik ben Showqueen Unique, 24 jaar in Komaat Antwerpen Centrum. Mijn grote doel is om het publiek te entertainen en mijn emoties eigenlijk naar jullie ook over te brengen. En samen een leuke tijd tegemoet gaan en nieuwe mensen leren kennen. Dank u wel. En we hebben nummertje 4. Dankjewel, Showqueen Unique. Nummer 4 is er ook uit. En dan gaan we verder met onze volgende kandidaten. Onze laatste die vanavond aanwezig is, Taylor D. Goedenavond iedereen. Mijn naam is Taylor D. Ik ben nu enkele jaren eigenlijk al bezig met travestie. Maar eigenlijk nog nooit meegedaan als een echte verkiezing. Dus hierbij, toen Nicole mij vroeg en gezaagd heeft om mee te doen, heb ik dan eigenlijk dat toch toegegeven. Dus we hopen dat we dus een leuke avond krijgen. En ja, ik hoop jullie ook, hè. Dank u wel. Mijn nummer is 3. Dankjewel, tegenkomen van ons eerste deeltje. In het tweede deel zal de voorzitter van de jury van jullie ook een nummertje brengen. Je ziet ze daar al staan. Het is die met dat veel haar. Met dat veel haar? Ja. We vragen die ongeveer 1 maal per maand om iedere keer te komen rondlopen. Dan zijn al de spinnenwetten van de muur rond in de wezen. Goed, wij gaan een 20-tal minuutjes pauze nemen. En dan gaan we verder met het tweede deel. Dan zullen de eerste 2 kandidaten een nummer brengen en ook natuurlijk onze voorzitter van de jury, niemand minder dan. Durf ik praktisch niet zeggen. Pamela Barnes!